Ja! Die bek is geen 9 meter. Ook al staat het in de winkel, dat ding is breder. Ja, dat moet een 12 rijen weten. Dus 12 keer 75 centimeter. Ja, dat is 9. Dan stel dat er 14 rijen is. Maar het is een hele schurrel die doet niks. Oké. Okay. We moeten even een keer met. Oh, we kennen straks Veurhuis. Dan hebben we nog twee stukjes, nummer 2 en 10. Die GPS ik er wel even brengen. Oké. Okay. Doe! Ja, En laat maar wat ben je diesel. Ik denk, dat komt niet meer. Ik zet een beker van, ik zeg, Cody komt niet meer. Zeker. Onkruven gaat er ook niet. En Mert kreeg een appje. Gas. Tuurlijk. Hoeveel hebben we hier alleen beloofd? Nou, dat hinder niks. Ik wil er denk van les. Oh, 5000 een beetje. 500 ton, zeker. Sorry, 500 ton, ja. 436 ton. Die dingen om ik sta hier op de blik. Ze macht die bouwer weer glücklich. Oh. Absoluut. Wow. Kijk, de 10 keer hurt. Hield die eens kof. Ik moet al lachen, dan ben je gewoon aan. Wat is hier het erfelijk? Oh, dat is allemaal aan. Oh, jammer dat we weer met deze hoor. Oh, ja, je. De Senna's kinder, you know. Ja, ik heb de bak leeg om 9 uur, ik heb de bak vol om 6 uur smaak. Nee, net andersom. Ja, dat bedoel ik eerlijk gezegd. Hebben we met daar ook nog even eten? Hoe? Hier is ook wel ergens wel een cafetaria in je dorp, zeker? Ja, als toe hebben straks een. Een patatje? Een spoef. Oh, hij heeft vanochtend laat. Oh, weet ik nog niet. Ja, het is serieus meugens, dan wil de frituur wel niet aan hem. Nee. Er zit mais op toe. Ja, ik kom niet aan over elkaar, hè? Ik ook niet, ja, net. Oh, de aas gaat naar beneden. Ik denk dat we dan. Hoor ik hem even. Oh, dan is het een 30%. Ja, 40% heb ik hem alweer voor. Ja, bij 30 gaat de aas zijn. Oké. En dan ook een zweefvlieg die de boom ziet hem? Nee. Nou, pak dat ding. Hier, die hele schurrel doet niks. Nee. Laat me je wel rustig. Ja, bijna vol, bijna vol. Ze macht die bouwer weer gelukkig. Toch wel een mooie aksel, moet ik eerlijk weten. Ja. Dikke vette aksel. Toch wil ik wel iets van de show. Het moet wel een beetje netjes staan, niet? Ja, klopt. Moeten we anders eerst even wat gewassen verkopen dat we een show kopen kunnen? Wat kost de shovel? Ik heb 126.000. 182, hoe gaat het? Blikserloger. En nog 4.000 voor die kuilvoerwerk. Oh, waarom niet? Kist hem geld lenen? Ja, ik heb geld terugbetaald. Bekende geld lenen. Maar we kunnen ook wel wat gewas verkopen nog zeker. Ja, dat weet ik nog maar niet. Voor mij niet. Bij hem nog waar in stak. Maar niet veel, hè? Maar ja, bij koolzoor of zo hebben we nog in stak. Dat was 1700 ton. Maar dat willen we niet wegbrengen, omdat dat geen duivel opleverde, ja. Nee, nou, monkey. Ik pak even nieuwe cola. Ja, anders goed. Red ik het niet. Nee, juist. En, jawel. Ben ik weer, hè? Ja, wat wil die haksel hoor? Ja, die ene tipte nog in muur. Oh, hij gaat nou achteruit zeker. Ja. Ja, hou maar op met die tot dat duivel. Heeft toch chips? Ja. Ik heb een dikke puut chips hier in kaas en dingen er al op verreed.
Oh, dan wordt ook dit weer een liedje, want ik wil die chips niet al horen. Oh, oh. Liedje doen? Ja. Maar er kan ook nog wel een 83 verder weg, toch? Eén. Nee, kom op. Dat zijn hele handige trekkers van op en rond de boerderij. Bij de school neem je een voor de veegmachine. En op de boerderij ook een voor de veegmachine. Ja, maar... Als ons een uur in het jaar draait, die denk ik ben niet voor. Nee, maar ik heb bij hem vanaf aflevering 1 alleen in de bosjes, toch? Dat wordt niet gebruikt. Kom op, ik kan er niks doen. We hebben nu ook zo'n Scott Fooden, ja. Bestelt er wel het west? Ja. Nou, ik kijk eens even in stok waar we hem. Nee, niet bij de P. Ja. We hem 50 ton koolzoor en dat is bij de Airfield 2 ton de 1000. 2000 euro de ton. Dat is 100.000. Okay. Nou, ben we red. Wat hebben we die koolzoor ook alweer in doen dan? In die andere silo. Ja, door achter, ja. Ik moet wel altijd een beetje wennen aan de indeling van het erf. Ja, maar dat moet eerst nog een beetje zoeken. Kom wel. Die farm silo offloading. Nou, die ken wel u. Die ken die. En dan moet ik hier silo pipe. Zo, ja. Ik breng dit naar de airfield. Nou, toch maar even. Tarwe, die is leeg. Herst, koolzoor, 50 ton, tarwe. Nou, bij de winkel, bij de stop liggen, links. Gewoon die stop liggen ook op groen. Ja, verdorie, ik kan erin. Ja, klopt, maar ik van de week ook. Nou, einde van deze weg, rechts. Hoor je die weg hier? Is dit die weg? Ja. Airfield, nou kijk eens aan. Oh, daar sta je een met een dikke hummerkloor. Ja, rustig jongen, ik kom je alleen een beetje kool doorbrengen. Wat moeten we weten te doen? Weet ik niet. Oh, een beetje rechts al. Ja, hier is de... Ja, zo'n. Nou jongens, kun je mee vliegen met koolzorolie? Om centjes beuren. 63.000 had ik in de veen, in de jaske. Nee, 30. Ja, totaal 63, hè? Ja. Ja, van Zuilen, groetjes. Staat er weer op wacht of zo? Ja. Hoeveel heeft het nou? Hoeveel geld? Ik denk 20.600.
Dan zonder dat net hem. Nou? Ik wil er langs zoveel aankomen. Dat ken je. Oh. Nee, dat is die silo dump, denk ik. Dat is dit motortje. Oh, okay. Is die haakslor als kloor? Nee, joh. Ik denk nog wel 4 vragen. Oh. Wat 4? Oh, dan wil ik wel laag vragen. Waardoor je die punt weg? Ja. Ik reed de rode en ik kom net naar oude. Klode klaper. Nou, 1%. Ja, ik zorg. Nou, na 4 treedt dat daarbij. Hoeveel is toen nou? Nog 17e west nog 47. Ja, precies. Dan kunnen we hem kopen. Koop! Ja. Wat moet we zijn? Millet? Ja, best. Oké. Okay. Waar wil je dat zijn? 3. Putje is bijna leeg, hoor. Ja, wat dit. Ze mag. Nou, wat krijg je bedoeling met jou? Nee, die loren vond ik niet mooi, daarom ben je aan de kant toe. Ja, en ik zat ook nog precies tussen het maaibaar. Ik druk een beetje aan de kant. Ik begin wel een serieus 22 kilometer per uur. Ja, ik react 22. Oh, nee. Wil dat denk ik 72 die? Ja, zeker. Als het leeg is, dan willen we dat wel. Ik wil even in de hakslos brengen. Ik wil even voor even die Bretten checken. Ja, is goed. Dan blijf me even 10 eraf. Ik zal het even op GPS doen. Even kijken hoe breed die bek werkelijk is. Oh, ik zie die knapen, ja. Ik zeg, hij is 10 meter. Hij is 10 meter, hoor. 7, 10 meter. Ja? Ja. Oké. Nou, we staan nog even met de kiepertje naast me komen. Ja, ik moet even wat verzien. Of we dit nog goed maken. Ja, ik kom eraan. Dan kan ik ook hem opslaan weer. Ik krijg de BM en zei en ik deel kan nou. Kijk, ik heb er al 34% in. Maar. Je moest er noord komen, joh, maar anders. Ja, dat weet ik wel, maar ik kan draaien door die kring, ja. Ik kan ook lang gaas. Die woon net hulver. Oh. Ik zal lekker even naar de 800 toe. Ja, doe maar even. Ja, kom net een trein aan. Prachtig dan. Kom ze dus als weer aan. Ik ken niet zo hard snel heksen, joh. Ik kreeg hem de bult niet eens op. Waarom stopt hij? Waarom pakt hij die piep niet? Maar die haakslor niet? Nee. Ja, dat ben ik.
Oh. Oh, dat is de klep nog open, doe. Oh, dat is het. Ja, weet ik niet, ik reed er aan voorbij. Ik denk, nou, dat weet ik niet. Riegel ik maar echt deur naar twee. Ja, hij is hem ook alweer vol, denk ik. Hè? Ja, maar ik ben wel een beetje klaar met. Nou, alleen nog twee nog en dan is dat kloor. Nee, ik wil niet meer. Ik wil alleen nog twee nog. Niks. Alleen nog twee nog. Nog. Ja, twee is echt super. Ga ik op een hakslaar. Dat is goed. Alleen 22 bedoel ik. Oh, die is alweer groter. Nee, nee. Die is echt enorm fijn. Nou, dit is een sleutel, is ook wel school. Oh ja, moet op de andere kant daarnaast. Moet dat een tikje terug. Ja, oma. Kijk, en net aan van ons delkamer. Moet ik wel even tegen de maan. Je er al teert? Nee, bijna. Ja. Oh, oh, die hulle, die hulle. Oh. Twee, homa. Mag ik wel even een timelapse van dat hele beeld strak maken? Zullen we stoppen eerst? Ja, ik heb leg, hoe dat ik heel eerlijk ben. Nou, ik gewoon dit alleen nog gewoon die hele beeld even helemaal naar achteren trekken. Dat er niks meer biedt. Oh, ik heel nice, echt vlak vol. Ja, maar hij kan hem wel even mooi rond vol. Ja, klopt. Hier zit echt een god. Ja. Daar zit nog een god. Maar even opvuld worden. Ik doe lobster tot aan de cruisen toe doorheen. Ja, het kiel een beetje. Naar bergen aan. Ja? Ja. Beuk op trapentie, ja. Hetzelfde, hè? Yes. Hey. Yay.